lezing vandaag komt uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. Hoofdstuk 2 vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Tot zover de lezing van Filippenzen 2. Zusters en broeders, ik heb maar een kort woord voor u vandaag, want deze tekst zegt al heel veel, zegt misschien wel alles. Werk aan uw eigen zaligheid. U bent gewend dat dat anders klinkt. Dat er klinkt, werk uw zaligheid of uw behoudenis, werk uw zaligheid uit. En daar zit een heel apart verschil van benadering in. Kijk, het idee is dat God ons heeft verlost. U bent bevrijd. God rekent u de zonde niet meer toe. Als God naar u kijkt, ziet hij geen schuld. Hij ziet Christus. Hij heeft ons aangenomen in Christus. Als God naar u kijkt, ziet hij u niet meer in zekere zin. Hij ziet u zoals u in Christus bent opgenomen. Hij ziet zijn eigen zoon in ons. Dat is smetteloos, dat is onberispelijk. Dat is volkomen heilig in zijn ogen. Zo wil God ons zien. Dat is ons behoud, dat is onze zaligheid. Met die zekerheid mag je dan leven. Je geweten hoef je niet meer te drukken. Hoeft niet meer elke dag je zorgen te maken over je tekortkomingen. Omdat je weet dat je altijd falen zult en dat het nooit lukken zal om te leven zoals God het van je vraagt. En zoals het ook goed is om te leven. Je weet dat je dat niet voor elkaar krijgt, maar God heeft je vergeven. Dat geeft kracht. Dat geeft uitzicht. Dan is er geen zware last meer die je neerdrukt, die je tegenhoudt. Dan kun je. En dan mag je, heel onbevangen en vrij en open voor alles wat het leven biedt, met elkaar omgaan, je eigen leven leiden en alle zegeningen ontvangen die God op jou weg brengt. Dat is het bevrijde leven dat we hebben. En reken maar, voor mensen bij wie het geweten niet op die manier bevrijd is, is er een stijgende last. Want hoe ouder je wordt, des te voller raakt ook je geweten. Des te zwaarder wordt die schuld die je draagt. En elke keer raak je daar mismoediger van. En je raakt steeds meer overtuigd van ik kan het inderdaad niet. Want
Dan kijk ik naar gisteren, dan heb ik geen hoop voor morgen. En naar eergisteren, het wordt alleen maar erger. Dan mag je hopen dat je een beetje vergetenachtig bent en dat je je eigen fouten dan maar kwijtraakt. Maar mensen die weten dat ze bevrijd zijn daarvan, ja, die kunnen rechtop staan. Die weten, we hebben die fout gemaakt, we hebben die fouten gemaakt, we hebben onze zwakheden. Maar God komt ons tegemoet, die rekent ons dat niet aan, die wil ons geweten daar niet mee belasten. We mogen vrij opnieuw beginnen. Steeds weer opnieuw dat leven ontvangen, elke morgen weer, wat hij ons dan geven wil. Zonder dat het verleden en gisteren en eergisteren nog doorwerkt en doordrukt. Nee, opnieuw. Schone lei. Blanco pagina. Werk uw behoudenis uit. Wil eigenlijk zeggen, besef nou heel goed wat de redding betekent die God heeft gegeven. Besef dat nou. En ga dan in je leven niet achterover leunen en met je handen over elkaar zitten en denken, nu is het allemaal klaar, nou kan ik mijn gang gaan. Nee, werk dan. Werk dan zo, wees dan zo actief, gericht op anderen, op de noden van anderen, op wat er gedaan moet worden, dat de behoudenis doorklinkt, dat dat zichtbaar wordt. Dat je die last niet draagt, dat je lichtvoetig bent, dat je je bewegen kunt. Dat er niets is wat jou neerdrukt en tegenhoudt. Werk je behoudenis uit, dat is leren leven in het besef dat God jou vergeven wil, dat er verzoening is met die God en dat je daarom steeds weer opnieuw beginnen mag. Dat is een heel bijzonder leven. Werken aan uw eigen zaligheid staat er dan zo, ja, dan is het alsof je je zaligheid moet verdienen, dat is niet de bedoeling. Het is niet, je moet zo hard werken dat God op een goed moment besluit, jij bent zo goed, je hebt zo je best gedaan, nou zal ik jou dat, die zaligheid wel een keer schenken. Het is niet op grond van het feit dat wij iets gepresteerd hebben, dat hij die zaligheid geeft. Hij geeft hem vrijelijk uit genade, we ontvangen die en dan pas is er sprake van werken. Van actief zijn. Van proberen te doen wat deze God elke dag weer van ons vraagt. De oude vertaling heeft het dus veel beter. Werkt uw zelfbehoudenis, staat daar in de Statenvertaling. Dat is eigenlijk het mooiste. Behoudenis is ouderwets woord, zaligheid eigenlijk net zo. Je redding. Werk zo dat die redding die je hebt ontvangen zichtbaar wordt in wat je doet. Ja, dat is een andere manier van werken. Niet gespannen om te kijken of je dat redt. Niet mismoedig omdat je weet dat het vaak mis is gegaan. Niet angstig omdat je denkt dat er een zware straf ligt op wat je nou weer fout doet. Maar vrij. Als vrije mensen die weten dat ze regelmatig zullen falen. En dat regelmatig onze zwakten zichtbaar worden. Maar weten te leven in een atmosfeer van vergeving en verzoening. Die elkaar durven vergeven voor misstappen en foute woorden en onbegrip. En misschien zelfs wel elkaar vergeven voor werkelijke foute daden. Waarom? Omdat we weten zelf in Christus vergeving te hebben ontvangen. Voor alles wat wij verkeerd deden en niet begrepen hebben. En niet gezien hebben bij anderen. Het leven dat God ons geven wil, is dat bevrijde leven. En daarvoor kwam Christus in deze wereld. Om ons daarvan te bevrijden. Hij was in de gestalte van God, zegt Paulus. Hij was God gelijk. En dat was niet iets wat hij zich heeft toegeëigend. Maar dat heeft hij vrijwillig opgegeven. Heeft al zijn goddelijke eigenschappen als het ware terzijde geschoven. Uitgedaan alsof het een mantel betrof die hij zo kon uittrekken. Hij heeft afgezien van zijn alwetendheid en van zijn almacht. En de enige goddelijke eigenschappen die God de Zoon hier op aarde heeft laten zien. Is eindeloos geduld en oneindige liefde. En barmhartigheid voor alles wat zwak was.
Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Want hij kwam niet in de wereld als een koning. Hij kwam niet als wereldleider. Maar als een Galileese Jood, veracht door Joden en Romeinen. Laagste van het laatste. Laagste. Zoon van een arme timmerman. In plaats van de zoon van koning Herodes. En in die vernedering is hij ook nog een keer onderworpen geweest aan het geweld van de Romeinen. Heeft hij zich laten kruisigen. Het is een neergang die hier kort wordt geschetst. De ondergang van de zoon vanuit zijn hemelse majesteit in die diepte van ons bestaan. Net zoals je zelf zou meemaken als je in het water bent gevallen van een hoge brug af. Die vernedering. Met kleding en al kopje onder. In levensgevaar. Dan is er één die daar bovenaan de brug staat. Die een koninklijke processie met prachtige kleding aan daar het recht heeft rond te lopen. En dan niet aan iemand anders de opdracht geeft om jou te redden. En jou ook niet negeert. En met heel die koninklijke kledij het water inspringt. Omdat hij jou redden wil. Terwijl hij jou niet eens kent. Maar jouw leven gaat hem ter harte. En dat maakt hem niet uit dat zijn kleding nat en vies wordt. Het maakt hem niet uit dat hem misschien ook zijn eigen leven kost. Zo springt de Zoon van God voor ons in de diepte. Zo deelt hij onze nederigheid door zichzelf te vernederen. Waarom? Omdat wij aan het verdrinken waren. Ons leven stond op het spel. Vervreemd van God. Vijandig tegenover elkaar. Eigenlijk waren we elk licht kwijtgeraakt. Was het spoor bijster geworden. Er is geen leven als God daar niet een plaats in heeft. Er is geen zinvolle omgang van mensen als de Heilige Geest ons niet tot een gemeenschap samensluit. Er is geen vergeving mogelijk in een wereld die alleen maar op eigen rechten staat en vijandschap koesteren kan, generaties lang. In een wereld waarin kinderen van 4 geleerd wordt om mensen van een andere nationaliteit of religie te haten met een dodelijke haat. Daar is een veel ernstiger ingreep voor nodig. Daar moet door God zelf, als het ware, verandering gebracht worden. En hij heeft die verandering ook gebracht. Wat Paulus hier beschrijft, is dat Jezus in het diepe springt om ons als drenkelingen uit dat water te halen. En dat zijn majesteitelijke kleding moest achterblijven om bij ons te kunnen zijn. Dat is zeker een van de 2 hoofdgedachten achter het avondmaal. We gedenken de vernedering van de Zoon, zijn dood aan het kruis. Maar Paulus gaat meteen door. Niet alleen maar bevrijd van zonde en schuld door het offer van Jezus, maar ook voorzien van een nieuw leven. Aan de kant getrokken, opgetild, op het droge geplaatst. En nu krijgen we nieuwe kleding. Want deze redder neemt ons op in zijn gevolg. Nu mogen we hem dienen en volgen en bij hem horen. En misschien wel samen met hem over die brug gelopen. Om uit te kijken naar andere drenkelingen. Misschien wel samen met hem in deze wereld een kracht ten goede zijn. Niet meer deelnemen aan de vernedering en de haat en de vijandschap. Maar deelnemen aan de kracht van liefde en verzoening en vergeving. En daarom verwijst Paulus naar het eindpunt van dit alles. Waarom heeft God dit gedaan en toegelaten? Waarom is Jezus dan gekomen en heeft ons gered? Omdat er een heerlijke toekomst vast en zeker is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie, de knie van Palestijnse zelfmoordenaars, de knie van Afghaanse Taliban-strijders, de knie van allen die andere mensen naar het leven staan en die God nog gebod kennen en zich van hun naasten net zozeer afkeren als van hun schepper. Elke tong zal beleiden dat deze Jezus, die kwam in vernedering en liefde, dat hij de Heere is.
Dus ook het model, ook het voorbeeld dat mensen moeten volgen. Werk uw eigen zaligheid uit met vrees en beven. Kijk naar het voorbeeld van deze Heer, die zich vernederde en uiteindelijk verhoogd zou worden. Dat is het model wat Paulus daar voor zich ziet, ook van ons dagelijks leven. Het is niet erg vernederd te zijn, want het is niet erg om soms in het water te springen om een drenkeling te redden. Om je uit te sloven voor iemand anders, ook al heeft het soms niet eens resultaat. Om je in te zetten voor nood die je ziet. Om bereid te zijn tot hulp, tot gastvrijheid. Ook van mensen waarvan je de taal niet verstaat en waar alle geruchten negatief van zijn. Waar je misschien angst voor zou moeten hebben. Het is niet erg om in die diepte te springen, die vernedering te aanvaarden. Want het is God die in u werkt, zegt Paulus. Komt niet eens uit jezelf. Dat is dat nieuwe leven in het gevolg en voetspoor van deze Jezus. Die fluistert jou dat in. Durf het dan ook gewoon. Durf zo te leven zoals Hij dat van je vraagt. Durf het. Want hoeveel vernedering je dan ook zou kunnen meemaken. Hoe koud het water is waarin je springen moet om die drenkeling te redden. Er is een diepe en eindeloos mooie beloning. Dat je mag lijken op Hem. Dat je werkelijk zichtbaar maakt dat je hoort bij Hem die ook jou uit het water heeft getrokken, uit de dood heeft weggehaald, jouw schuld heeft verzoend. Wat kan er mooier zijn dan dat? Dat is het tweede van het avondmaal. We gedenken Hem die vernedering doorgemaakt heeft ter wille van ons. Maar we maken ons ook klaar, we maken ons ook bereid om met dat avondmaal gesterkt voor het leven onderweg Hem waarachtig na te volgen. In Zijn gevolg te blijven. Niet af te wijken van de weg die Hij geeft. Maar te blijven kijken naar Hem die ons grote voorbeeld is. Die door de dood heen ging voor ons. Dan mogen wij uit dankbaarheid voor Hem dat leven van ons van alle dag, al die kansen die het heeft om elkaar te dienen, elkaars nood te zien, om voor elkaar een beetje te zorgen, mogen we dat leven uit Zijn hand ontvangen. In de zekerheid dat het samen met Hem die heerlijke toekomst tegemoet gaat. Alle tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Dat betekent uiteindelijk zal zichtbaar worden wat u gedaan hebt in Christus' naam. Hoe u Hem hebt nagevolgd, zal de hele wereld weten. Dat u Hem hebt gehoorzaamd, ook tegen uw eigen neiging in en met ongemakken voor uzelf, dat zal iedereen zien. Er komt een dag, zegt Paulus, dat de zonen van God openbaar zullen worden. Dan wordt het zichtbaar wie Hem gediend heeft en wie niet. Op de vernedering en dat kleine leven wat we hier hebben, wat vaak onmogelijk lijkt in onze eigen ogen, komt de verheerlijking. Zo wil het God. En daarom zegt Paulus, werk aan je zaligheid. Werk in deze wereld met al je krachten. Maar het feit dat jij door God bent verlost, door Hem bemind wordt, dat Hij jou vergeven heeft, laat dat je leidraad zijn. Vergeef anderen, omdat God jou heeft vergeven. Help anderen in nood, omdat God jouw nood heeft gezien en jou niet heeft laten zwemmen in het koude water. Heb begrip voor wat een ander drijft, die vaak zo anders kan zijn dan jij, omdat God jou heeft begrepen, jouw hart wilde kennen en het niet te min vond voor zichzelf om met jou bezig te zijn. Deel elkanders lasten, want Christus heeft al jouw lasten gedragen. Dat is het leven waartoe Hij ons ook door de viering van dit avondmaal wil aansporen. Niet alleen maar omdat dat zegen brengt in je leven, maar ook omdat dat het getuigenis is. Getuigenis voor de wereld dat de Zoon van God werkelijk Heer is. Omdat er mensen zijn die Hem als Heer kennen en eren in hun leven. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.